Beste studenten, welkom bij de tweede presentatie van periode 4. 4.2 gaat over de schoudergordel en het schoudergewricht. Zoals ik al eerst zei, de schoudergordel, dus die gaan we nu verder onder de loep nemen. Allereerst moeten we vaststellen dat de schoudergordel iets anders is dan het schoudergewricht. Het schoudergewricht, dat kennen we onder de Latijnse benaming van het art, voor het staat voor articulatio, humeri. En denk aan je humerus, dat is je bovenarm. En dan kon je weer weten dat dat je schoudergewricht is. Waaruit bestaat je schoudergordel dan wel? Nou, je schoudergordel bestaat eigenlijk uit drie onderdelen. Namelijk je clavicula, want als het goed is weten dat dat een sleutelbeen is. Je scapula, van je schouderblad. En je thorax. En je thorax, denk aan torso, dat is je borstkas. En daarbij moeten we ook weten dat je thorax, hè, dat hebben we de vorige presentatie geleerd, dat je thorax bestaat uit je sternum, je 12 paar costae, je ribben, en 12 thoracale vertebra, oftewel je 12 thoracale wervels. Als we verder gaan inzoomen op de clavicula, dan zien we eigenlijk dat het een heel klein, dun botje is. En dat is ook een botje waar je vaak, zeker bij wielrenners, een sleutelbeenbreuk ziet. En zoals je ook op de afbeelding, op de röntgenfoto kunt zien, dat er hier de breuk zich bevindt. En aangezien je kijkt naar het bot, dan zie je ook waarom dat eigenlijk zo snel kan breken. Als we dan gaan kijken naar de mediale zijde, deze afronding hier, dan kunnen we vaststellen dat deze mediaal vasthecht aan je sternum, oftewel je borstbeen. Kijken we naar de andere kant, deze golf als het ware, dan kunnen we vaststellen dat de laterale zijde van je clavicula, dat die aanhecht aan je acromion. Nou, gaan we naar de achterkant, onderdeel 2 van de schoudergordel. En dat is je schouderblad, je scapula. Dan zien we een aantal onderdelen. Allereerst zien we hier, en die zal ik even met blauw omcirkelen, zien we de schoudertop. En zometeen bij de volgende dia zal ik dat wel weer benoemen in het Latijns. Dat is het allereerste. Dan vervolgens in het rood kleur ik hier even in de schouderkom. Die zien we dus nog niet in zijn geheel. En dat komt omdat die schoudertop er eigenlijk nog overheen loopt. En daarom zien we hem niet helemaal in het plaatje. En dan tot slot in het groen zien we hier de doorn van het schouderblad. En het is eigenlijk een uitstekende rand. Ja, dus dat zijn de drie onderdelen die je moet kennen van het schouderblad. Nou is dit natuurlijk, zijn dit de Nederlandse benamingen. En jullie moeten Bart en mij inmiddels ook wel kennen dat je dit ook in het Latijns moet weten. Dus op de volgende slide ga ik dat laten zien. En dan zien we dat de schoudertop ineens veranderd is in je acromion. Ja, dat is dus dit stukje, eigenlijk een afdakje. He, dus denk er ook aan acromion A, afdakje ook A. Dus dit is je acromion, dat afdakje. Vervolgens de kom van het schouderblad. Die hadden we er net met rood aangegeven, dus dat geef ik nu ook weer aan. Noemen we de cavitas glenoidalis. En daarbij wisten we het Engelse woord cave zit er eigenlijk in, wat grot betekent. Nou, dan is het heel makkelijk de vergelijking te maken met de kom. Dus cavitas glenoidalis is dus de kom. En dan tot slot het laatste, het doornpuntig uitsteeksel. Die hadden we met groen aangegeven. Die noemen we spina scapula. En scapula, dat weten we. Dat is het schouderblad. En spina is dus die doornachtige uitsteeksel. Dus spina scapula is deze rand.
En daarmee hebben we dus ook de drie onderdelen van je scapula in het Latijns behandeld. Nou, kijk er nog even goed naar, want de volgende slide heb ik ze niet neergezet. En dan kan je dus ook voor jezelf oefenen wat de onderdelen zijn. Dus, als we nu kijken naar onderdeel 1, dan weet je dat dit de, en dan moet je dat zelf invullen. Onderdeel 2, die zien we hier. En als het goed is, weet je dat dat de, en dan eindigen we bij onderdeel 3. En als je de eerste twee al goed hebt gehad, dan weet je ook, als het goed is, het laatste onderdeel, nummertje 3, dat is namelijk de, goed, gaan we kijken. Nu zien we een zijaanzicht van een scapula, hè, dus van een schouderblad. Nou, nu heb ik al een beetje verklapt dat het een zijaanzicht is, maar nu is de vraag, is dit een linker scapula of is dit een rechter scapula? En daar mag je even over nadenken. Heb je al iets bedacht? Nou, ik hoop voor je dat je aangegeven hebt dat dit je linker scapula is. En dat heeft de volgende reden. Dit kommetje hier, die ik nu weer in het rood ga inkleuren, dat is die cavicum glenoïdale. En dat was de kom van waar je humerus, dus je opperarmbeen, invalt. En dat betekent dat mijn arm dus ook aan de buitenkant moet zitten. Nou, in het geval dat dit mijn linker schouderblad zou zijn, dan klopt dat dus ook. Op het moment dat je zou zeggen dat dit je rechter schouderblad is, dan zou dat dus eigenlijk betekenen dat ter hoogte waar jouw wervelkolom zit, hè, je columna vertebralis en je thoracale vertebra zit, dat daar dus ineens een arm zou zitten. Ja, dus als je dat dus kijk naar de positie van die cavitas. En dan weet je dus of het een linker of rechter schouderblad is. Waar je het ook nog aan zou kunnen zien, dat is dit puntje hier. Want dit dakje is je acromion. En ook je acromion zit aan de laterale zijde. Dus op die manier zou je weten, als ik hier dus heel duidelijk de acromion zie, dat is dan mijn linker scapula. En hier heb ik nog een keer de termen ook daarbij in beeld. Nou, als we dan gaan kijken naar die schoudergordel, dan kunnen we een aantal gewrichten kunnen we waarnemen. En die gewrichten die moeten jullie ook weten. Nou, nu zie je al gelijk alle gewrichten, alle drie de gewrichten staan. Het art acromioclavicularis, het scapulothoracale glijvlak en het art sternoclavicularis. Dan denk je eerst van, poeh, dat is lastig. Maar eigenlijk, als je ook een beetje Nederlands kunt, dan kan je dit heel makkelijk ontleden. Als we namelijk naar het eerste gewricht gaan kijken, dan zien we het woord art staan. En art, dat weten we, dat staat voor articulatio. Acromio, weten we dat dat voor je acromion is. En dat is dit potpunt. En tot slot zien we clavicularis, wat dan je clavicula is. Nou, en dat betekent dus dat het art acromioclavicularis, het gewricht is, wat zich bevindt tussen je acromion en tussen je clavicula. Dus op die manier kan je heel makkelijk die verbinding eigenlijk leggen. En weet je, ook al weet je het niet, als je de woorden weet, dan kan je dat op die manier ontleden. Datzelfde gaan we doen voor het tweede onderdeel. Daar zien we namelijk scapulo. En scapulo, dat weten we, dat dat het schouderblad is.
Je scapula, die ik hier nu weer in het rood aangeef. Als we kijken naar de tweede term, dan zien we thoracaal. Oftewel van je thorax. Nou, we weten dat van de thorax de costae een onderdeel zijn. En die geef ik hier ook weer in het blauw aan. Dus we weten eigenlijk dat het scapulothoracale glijvlak het vlak is van je costae, dus van je ribben, en je schouderblad. En als we kijken naar welk deel van het schouderblad, dan is dat dus de binnenzijde. Oftewel de ventrale zijde, de voorzijde van je scapula. Die glijdt dus over die ribben heen. Nou, als we dan kijken naar het derde begrip, dan zien we weer dat die begint met art. Daarna zien we de term sterno. En we eindigen met clavicularis. Dus ook daarbij weet je weer, art staat voor articulatio. Sterno staat voor sternum, wat je borstbeen is. En clavicula is je sleutelbeen. Dus dan weet je dus weer, het art sternoclaviculare is het gewricht tussen je sternum en je clavicula in. Ja, dus nogmaals, denk heel simpel, praktisch. Haal Nederlands erbij, woorden ontleden. En dan kom je eigenlijk tot de betekenis. En als je tot die betekenis komt, dan weet je dus waar het gewricht zich bevindt. Nog een keer even de onderdelen. Zoals ik dat net ook al heb aangegeven. Nou, als we kijken naar de bewegingen die we kunnen maken, dan richten we ons even op het schouderblad, op de scapula. Als het onderste punt, en dat geef ik nu even met een dikke groene streep, geef ik dat aan. Als die richting de laterale zijde beweegt, dus hij draait naar buiten, dan hebben we het over laterorotatie. Dat klopt ook, want hij gaat de laterale kant gaat hij op. Gaat hij naar binnen toe, dus gaan die drie blokjes die je nu ziet, gaat hij naar binnen, dan gaat hij naar de mediale zijde. En dan is dat dus de mediorotatie. En dat kun je eigenlijk, welke beweging maak je daarbij? Dat is eigenlijk de abductiebeweging. Dus je armen breng je omhoog. En naarmate je verder omhoog komt, draait je schouderblad naar buiten toe mee. Dus latere rotatie. Dus armen omhoog, zijwaarts, omhoog bewegen. Op het moment dat je die armen weer zijwaarts terug beweegt, dan beweegt het schouderblad weer naar binnen toe en spreken we van mediorotatie. Nou, de volgende twee bewegingen die tegenover elkaar staan, is elevatie en depressie. En elevatie, dat betekent dus eigenlijk dat de schoudergordel omhoog komt. En wat je eigenlijk krijgt, is zo'n ik weet niet houding of ik snap er niks van houding. Denk maar aan Jochem Meijer, ik snap er helemaal niks van. En dat je op die manier dus je schouders omhoog trekt. Als iemand depressief is, dan is iemand down en dan heel erg teleurgesteld. Oftewel, je schouders hangen dus echt naar beneden toe. En voor de studenten die het Bottenlied al een aantal keren bestudeerd hebben, daarin komt het ook terug. En ik wil ook de link maken naar het spierenlied, want ook daar zit die beweging heel duidelijk in. Dus elevatie omhoog. En denk aan het woord elevator, dat is een lift. En een lift die gaat meestal omhoog. En depressie, dan ben je down, dus dan beweegt het naar beneden toe. En hopelijk zijn dit dus ezelsbruggetjes die je makkelijk kunt onthouden. De volgende twee bewegingen die tegenover elkaar staan, zijn protractie en retractie. En bij protractie, dan beweegt de schoudergordel zich naar voren toe.
En dan gaat, hoe gek het ook klinkt, de schouderbladen van elkaar afbewegen. En ik vergelijk de protractiebeweging meestal met zo'n A-positie, oftewel Bokito. Waarbij die schouders dus echt helemaal naar voren staan. En dat je schouderblad, als we in de afbeelding kijken, normaal gesproken hier staat. Maar bij protractie staat hij dus bij de tweede streep, waar ik nu dus ook twee strepen neerzet. Dus hij beweegt die kant op. Dat is protractie. Als we kijken naar retractie, dat is het tegenovergestelde. En we weten allemaal nog wel retro, dus verleden tijd, dat ligt achter het vuur. Dus retractie, dan beweegt de schoudergordel naar achteren toe. En dan komt de schouderbladen dus naar elkaar toe. Dus in plaats van dat hij hier staat, zoals de groene streep, komt hij nu op de positie waar ik nu twee groene strepen neerzet. En beweegt hij dus naar binnen toe. En dat is dus retractie. En de noemer die ik eigenlijk bij retractie of het ezelsbrugje kan geven, is eigenlijk borst vooruit. Als jij je borst vooruit brengt, gaan je schouderbladen eigenlijk naar schoudergordel naar achteren toe. En breng je schouderbladen naar elkaar toe. Dus borst vooruit is retractie. En de Bokito houding, dat is protractie. Bij de protractie kan je ook af en toe denken. De bodybuilders, als die heel veel hun borstspieren getraind hebben, dan gaan hun armen ook een beetje naar voren staan. Dan worden ze eigenlijk geremd in een retractiebeweging. Nou, hier nog een keer de drie bewegingen van het schoudergordel. Waarbij plaatje 1 gaat het om de rotatie. Hè, naar buiten toe, latero rotatie. Naar binnen toe, medio rotatie. Afbeelding 2 gaat omhoog en omlaag. En dan hebben we het over elevatie en depressie. En bij afbeelding 3 gaat die naar binnen, naar elkaar toe en van elkaar af. En dan hebben we het dus over protractie en retractie. Nou, dat is de schoudergordel. Dan gaan we nu even verder inzoomen op het arthumeri, oftewel je schoudergewricht. En dan beginnen we dus met de humerus. Nou, en dan zien we hier de linker humerus. Waarbij de linker afbeelding het ventrale aanzicht is. En de rechter afbeelding is het dorsale aanzicht. En hoe kun je nu weten of je de voor- of de achterkant ziet van je humerus? Dat heeft eigenlijk met dit kuiltje hier te maken. Ik maak er nu even een blauwe punt van. Maar die zal ik zo meteen weer weghalen. Maar je ziet dus, let op. Hup, gaat die weg. En dat kuiltje daar, dat is de plek waar je ulna eigenlijk invalt als je hem strekt. En dat zit aan de voorkant niet. Dus op die manier kun je dat dus onthouden. Dus kijk goed naar de uiteinden van de humerus. En dan weet je of je een ventraal aanzicht ziet of een dorsaal aanzicht. Als we dan kijken wat ik nu in het rood aan ga geven naar de kop van de humerus. Dan noemen we dat de caput humeri. En de caput humeri, dat is dus het onderdeel waarmee je schouder eigenlijk vastzit aan de rest van je lichaam. En hoe er dat verder uitziet, dat gaan we nu in de volgende slides dan ook behandelen. Als we hier kijken naar het arthumeri, dan weten jullie al lang dat dat het schoudergewricht is. Wat dan van belang is, is dat we hier dus, wat ik nu in het blauw aangeef, dat is de kop, de caput humeri, waar we het al vaker over gehad hebben. En aan de andere kant, die geef ik even met rood aan, hebben we de kom. En de kom, dat was die cavitas glenoidalis. En daartussen, dat geef ik dan weer even met groen aan, loopt dus het schoudergewricht. Wat je dus ook ziet, het zit niet zozeer echt vast in een kom, maar het wordt dus door pezen en spieren op de plek gehouden. Zouden we die doorsnijden, dan valt dus eigenlijk mijn caput humeri weg van mijn cavitas glenoidalis
en valt dus mijn arm gewoon van mijn lichaam af. Ja, dus dit zijn de termen die je moet kennen voor het schoudergewricht, arthumeri. Dat is het gewricht tussen je cavitas glenoidalis, die ik in het rood heb aangegeven, en je caput humeri, die ik in het blauw heb aangegeven. Nou, om ervoor te zorgen dat dat heel goed op elkaar past, zit er eigenlijk, net zoals bij de knie de meniscus er zitten, hè, om het aan te passen, zit er bij je schouder een labrum. En dat labrum, dat is eigenlijk een kraakbeenschijf die er omheen zit. Dus ik geef hem hier nu ook in het paars aan. En dat kan je ook vergelijken met het stadion hieronder op de afbeelding. En daarom zal ik het paarse kleurtje daar ook even neerzetten. En die zorgt er dus voor dat de kop, de caput humeri, beter in het cavitas glenoidalis blijft. Dat hij daarin valt en dat hij daardoor dus ook goed vastzit. En dat hij ook beter die beweging kan uitvoeren. Dus je hebt je cavitas glenoidalis. En daaromheen zit je labrum glenoidale. En die zorgt ervoor, dat kraakbeenschijfje, dat de caput, dus de kop van je bovenarm, dat die goed in de kom valt. En dat die daarop ook goed aanhecht. Nou, als we dan gaan kijken welke bewegingen je kunt maken in het arthumeri. Dat moeten we eigenlijk al sinds periode 2 kennen, dus dat is basisstof. Maar goed, misschien heb je er nog moeite mee. Dan kunnen we zeggen dat om de transversale as we anteflexie en retroflexie maken. Om de sagittale as dat er abductie en adductie plaatsvindt. En om de longitudinale as vindt en de rotatie en exorotatie plaats. Nou, stel nou, ik heb met twee handen heb ik een stok vast. En die stok die hou ik eigenlijk voor mijn lichaam. En zonder dat ik die stok los ga laten, moet ik die naar achteren toe bewegen. Nou, dan heb ik eigenlijk een gecombineerde beweging van deze bewegingen die ik net opgenoemd heb. En die gecombineerde beweging noemen we dus circumductie. Dus het rondbewegen van de voorkant naar de achterkant, dat heet circumductie. Ook weer een nieuwe term die je moet weten dat het dus een beweging is. En dat het dus een gecombineerde beweging is van om de drie assen. Nou, hier nog een afbeelding van endorotatie en exorotatie. Endorotatie is naar je toe bewegen. Exorotatie is van je af bewegen. Abductie is omhoog bewegen. Denk aan AB van ab. In het Engels up, wat omhoog betekent. En adductie is iets eten. En als je het et, dan voeg je iets toe. Dus je brengt je arm weer terug naar je lichaam. Anteflexie. Ante betekent voor, dus dat is voor naar voren bewegen. En het derde deel is, of tenminste de tweede beweging, is retroflexie. En aan de achterkant. Daar zit je reet, noem ik het even maar plat. En dan weet je dus dat dat naar achteren toe bewegen is. Plus retro is verleden tijd, dat ligt achter je. Dus dan weet je eigenlijk ook al dat je naar achteren moet bewegen. Nou, dat was het laatste onderdeel van de schoudergordel en de schoudergewricht, de arthumeri. Ik hoop dat het allemaal duidelijk was. En anders kun je altijd nog natuurlijk vragen stellen aan Bart of aan mij, afhankelijk natuurlijk van wie je les hebt. En dan wens ik je veel succes met het maken van het werkschrift en zorg dat je deze weer inlevert via Teams. Tot de volgende keer.